vrije tijd hou ik me heel druk bezig met muziek. Van mijn radioprogramma tot de beats die ik maak en de rapteksten die ik schrijf. Zie me shinen bij de TVK, draai eens wat ze even gaan. Ik leef mijn namen schreven naar handtekeningen geven aan fans die me willen spreken. Rap een stuk en ik teken hoe ik ooit zover kwam. Meedoen aan The Voice, man. Ken jij, je maakt radio, hè? Klopt. Hey, Krullenbol, hoe is het? Ik kan me aanhouden. Is dat een passie van je, radio maken, of is het toch meer de muziek? Allebei wel. Ik ben heel erg van het entertainen. Want de naam van jouw programma heeft daar ook wel wat mee te maken, toch? Ja. Entertainen. Let even op. Hij heet Kane en zijn radioprogramma heet... Entertainment. Yes! Het is vrijdagavond. Tijd voor Entertainment. Gewoon goed, hè? Ik draaide snel, want ik hoorde gewoon wat jij deed. Kijk, je hebt gewoon maat, hè? Dus 1, 2, 3, 4 en daartussen moet je rappen. En niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan dat zo goed tamen. Jouw ritmegevoel voor een rapper is goed. Wat ik heel stoer vond trouwens, is je rapt en je zingt. Ik denk dat het zingen nog wat sterker kan. Dat denk ik ook. Dankjewel. Oké, ik denk dat het tijd is dat je gaat kiezen. Rappen is wel mijn sterkste kant, zeg maar. Dus daar kom ik ook wel meest vooruit. Ook al wil ik ook heel erg graag vooruit gaan op mijn zang. Maar daarom denk ik ook dat ik voor Ali kies. Ja, toch! Ja, dat is mooi. Dat is ook een goede keuze. Goed, echt goed, man.